Nummer 14 Almere City ontvangt de nummer 2 MVV. Bij MVV was afgelopen week het grote nieuws dat René Trost vertrekt aan het eind van het seizoen. De langstzittende trainer momenteel in de Jupiler League. Dit gebeurt na een kwartier spelen. Een schitterende paas van Verdelle. En prachtig afgemaakt door de ervaren Belg Koen Daarde. Een mooie goal van MVV. De paas van Verdelle volledig op maat. En het afronden van Daarde is ook geweldig. Daarde in het verleden actief voor grote clubs als Genk, Club Brugge en Standaard Luik. Hij maakt zijn eerste voor MVV. Met Almere City gaat het niet goed. Het verloor de laatste 5 wedstrijden en de laatste overwinning was zelfs eind november. Hier komt de kans op de 2-0 vlak voor rust. Veldmaten mist hem. En Gentenaar pakt hem goed. Grote kans dus voor Veldmaten. 1-0 is de ruststand in het Mitsubishi Forklift Stadion. In de tweede helft dan is hier Oost. 9 minuten na rust, prachtige beweging. Oost wordt dan neergelegd door Castro. En Lindhout legt de bal terecht op de stip. Geel nog voor Castro. Goede bewegingen van Oost. En hier staat maar 1 straf op en dat is een penalty. Oost zelf achter de bal. Hij maakt zijn 5e van het seizoen en zijn 3e vanaf 11 meter. En dan staat het gelijk 9 minuten na rust. En gaat de ploeg van Fred Grim dan eens een puntje pakken. Kwartier voor tijd dan, een vrije trap voor Almere City. En een prachtige goal van Higham Fijk. Schitterende vrije trap. En dan staat Almere zelfs op voorsprong. Hangt er dan een sensatie in de lucht. Weer een aanval van de thuisploeg. Dissels. Oost. Meulens, prachtige aanval van de ploeg van Grim. Hier is Dissels. En de 3-1, 4 minuten voor tijd. Schitterend doelpunt wederom van Almere City. 3-1. Een verrassing in Almere. Want Almere verslaat de nummer 2 in de Jupiler League. MVV met 3-1. Dat de achterstand op Sparta ziet groeien. En hij pakt sinds eind november weer eens 3 punten.